Vriendenloterij. Maatschappelijk partner Eredivisie. Goedenavond, van harte welkom bij Studio Voetbal. Wij genoten afgelopen vrijdagavond en deden dat onder meer omdat we keken naar Robin van Persie, die in de armen sprong van Patrick Kluivert. 41 en 40 goals voor Oranje en Van Gaal. Is dit Oranje al klaar voor het WK? En de Belgen hebben zich gekwalificeerd voor het WK. Sinds 2002 weer een Belgische formatie op een eindtoernooi. En dat is goed nieuws. Oranje is klaar voor het WK en de klasse Belgen ook. Gefeliciteerd Louis van Gaal en Marc Wilmots. Geweldig gedaan. Ik voorspelde een jaar geleden, nou het zou wel eens kunnen, dat de derby, de lage landen, halve finale, finale WK wordt in Rio de Janeiro. Zit ik er dan flagrant naast? Of zit er toch wel iets in? En volgens mij ben ik nu doorgedrongen tot de kern van ons beroep, Jack. Analyseren. Gullit trapt af. België? Nou, ik ben blij dat ze er zijn. Ik denk dat het ook wat tijd werd voor hun. Ik vind het een leuke elftal op papier. Want ik heb ze nog niet kunnen zien voetballen. Want ik zit op alle zenders te kijken of ik Belgische zenders kan zien. Maar ik krijg het niet klinkt alsof je het helemaal niks vindt, Ruud. Nee, ik vind het wel wat. Wel. Ja, zo. Ik wil het heel graag zien. Gisteren zat ik in de AFC-kantine. Ik wilde ze zoeken. Om 6 uur begonnen, maar konden misschien ligt het wel aan de kantine. Aan de kantine, kan ook. Maar in ieder geval hebben de Belgen op papier een heel goed elftal. Laten we eerst even bij Nederland blijven om straks bij België terug te keren. Het Nederlands elftal wint met 8-1 van Hongarije. Wat voor waarde moeten we toedichten aan zo'n grote overwinning? Nou ja, het mooie is, als je 2-2 tegen Estland speelt en 2-0 van Andorra wint, dan zegt iedereen, er bestaan geen kleine landen meer. Dus Hongarije is geen klein land, want die waren tot vrijdag nog... waren ze nog in de running om tweede te worden. Dus 8-1 internationaal, daar kun je mee thuiskomen. En het was echt het was een feest om naar te kijken. Misschien de eerste 10 minuten niet, maar voor de rest was het echt een feest. Ja, maar dan krijg je natuurlijk toch de azijnzeikers, wat ik straks ook zei in de eerste promo. Dan loop je het stadion uit en hoor je toch mensen zeggen, Hongarije en helemaal niets van man. Nou, laten we nou één keer geen azijnzeikers zijn in Nederland. Hongarije kan nog naar het WK. Die zouden nog gewoon tweede kunnen worden. En via die barrage die er is, zouden ze naar het WK kunnen. Die kans is niet zo groot om aan te geven dat het natuurlijk inderdaad niet zo'n heel erg slecht land is. Alleen, we spelen er altijd goed tegen. Zoals we nooit van Portugal kunnen winnen, winnen we altijd heel ruim van Hongarije. Dat moet je wel een beetje meenemen in je afweging misschien. Maar Nederland heeft echt fantastisch gespeeld. En het leuke was gewoon, ik heb een hele leuke voetbalavond gehad. Ik heb van begin tot het einde echt heel geïnteresseerd en met veel plezier gekeken naar voetbal. Nou, dat konden we wel weer even gebruiken na de laatste wedstrijden. En jij hebt dit soort wedstrijden meegemaakt, niet alleen op het veld, maar ook daarnaast. Weet je, als je zelf ook naar een wedstrijd kijkt. Heel vaak hebben we dit soort wedstrijden gehad en dan dachten we van, pff, het moet. Nederland is al geplaatst, Hongarije, nou oké. Hadden we toen ook dat puntensysteem? Van de ranking. Van de wereldranking, ja. Hadden we dat niet. Nee, dat had je toen op dat moment. Nee, dus daarvoor daar speelde je, omdat je moest spelen. Maar het is toch knap dat je kunt opladen. Met welk gevoel, Jan of Ruud, gaan jullie naar zo'n wedstrijd zitten kijken? Je weet van tevoren, Nederland is al geplaatst. Je gaat een beetje onderuit zitten. En wat is dan het eerste moment? Nou, hoe lang krijg je het moment dat je echt een beetje voor op het puntje van je stoel zit? Nou, dat is wel een verdienste van Van Gaal, vind ik. Die jongens, die willen allemaal hun best doen. En met snelle ingooien in Kluivert. Er zit er meteen tempo in en een soort wil om te winnen. Dat is ook wel dankzij Van Gaal, vind ik. Dus ik was niet benauwd voor een soort schuifwedstrijdje. Maar ze zitten wel, hè? Want er is een red race ook aan de gang om naar het WK te kunnen. Hè? Hij heeft gezegd afgelopen week dat er maar 3 spelers zeker zijn van het WK. Dus je ziet dat die spelers hebben maar een paar kansen nu om te zorgen dat ze mee kunnen naar dat toernooi. Weet je wat het ook is? Robben, die zit in zo'n roes van goed spelen. Die kan niet meer anders. En Van Persie ook. En niet zo vaak geblesseerd. Hij is niet meer geblesseerd. En man wil je dat niet zeggen? Nee, maar het is wel heel prettig om te weten En weet je, dit elftal kan nog zoveel veranderen. Want er zijn er nog heel veel die staan te wachten. Die willen er allemaal bij komen. En het gaat er ook om wie in vorm is aan het eind van het seizoen. Is onze Achilles heel inderdaad, je noemt hem al, Robben en ook Robin van Persie. Als daar iets mee gebeurt, wat God verhoede, dan valt er wat heel erg weg. Ja, dat valt ja. Maar het mooie is wel dat... Ik zie je al bij Manchester United. Ja, absoluut. Ja. Maar het mooie is natuurlijk wel dat Van Gaal zegt, er zijn 3 spelers zeker. En die staken er ook echt alle 3 met kop en schouders bovenuit. Hoewel ik Jermaine Lens in de wedstrijd afgelopen vrijdag... die was van de 8 doelpunten toch minimaal bij 6 betrokken. Het was wel een opvallend moment vrijdag, toen we op de persconferentie waren in Noordwijk. Want dat hij Robben en Van Persie zou noemen, daar was iedereen eigenlijk over overtuigd. Maar ineens bang was daar de naam Strootman. Maar ja, ineens Strootman is natuurlijk ook al een paar keer aanvoerder van Oranje geweest. En maakt... Ja. In Italië toch wel een stormachtige ontwikkeling door. Hij vertrouwt. Ja, absoluut. Ja, dat is het belangrijkste. Ja, hij bewijst het in een zware competitie natuurlijk. En hij is een van de beste bij Roma. En ja, het is wel logisch dat hij hem noemde. Ik denk wel dat spelers als Van der Vaart en Sneijder nog even gedacht hebben... zaten wij vroeger niet bij die 3, 4 vaste spelers. Maar oké. Okay. Ja, die Hongaren waren aanvallend niet zo sterk. Maar is het onjuist als ik zeg dat ik het gevoel had... dat de verdediging van Nederland beter... Als je kijkt naar het eerste kwartier, daar ging zoveel fout. Oh. En Van Persie zei het zelf ook, hij had balverlies in de opbouw. Ja, en er waren een paar lange ballen en op een gegeven moment steekballen. Als je tegen een betere tegenstander... counter het weg en af. Dan moet je echt oppassen. En ik denk dat Van Gaal dat ook wel weet. Alleen het paste denk ik niet in de wedstrijd om het daarover te hebben. Alleen, ik denk dat hij het best wel gezien heeft. Ja, maar wat mij opviel is dat na de rust, het Nederlands elftal... laten we maar eerst even naar Van Gaal luisteren, want die heeft het dan over depressie. Hij heeft het over 90 minuten. Daar heb ik toch wat vraagtekens bij. We hebben de bereidheid getoond om in ieder geval 90 minuten te pressen als ze de bal kwijt waren. Je zag wel in de tweede helft dat het soms de samenwerking een beetje minder was. Maar de bereidheid, daar gaat het om. En dat hebben we nog niet gepresteerd. Dat hebben we eigenlijk in de thuiswedstrijd tegen Roemenië ook 75 minuten lang gepresteerd, vind ik. Maar nu hebben we het 90 minuten gehaald. En daar ben ik het meeste blij om. Ja, wat mij opviel namelijk was dat na de rust dat het Nederlands elftal er dichter op zat. Ook vervelende overtredingjes her en der maakte. Om in ieder geval die counter die er zo nu en dan loerde in de eerste helft eruit te halen. Om in ieder geval te zorgen dat ze niet 2 keer naar iemand in hetzelfde... Nou, maar ze begonnen ook meteen, want dan kwam die penalty meteen uit. Ja, maar goed, het was wel iets anders. Ja, maar wat hij zegt ook, het was de bereidheid. Het was niet zo dat iedereen altijd pressing speelt. Want je kan niet 90 minuten pressen, is onmogelijk. Maar de bereidheid om, als je dus aan het aanvallen bent... om dan niet meteen terug te lopen, maar daar te blijven... en dan toch proberen druk te zetten... dat was eigenlijk hetgene wat hij graag wilde zien. Nou, of je dat straks op een WK ook kan, waar het misschien 30 graden is... dat is onmogelijk. Maar hij vond er dan, zeg maar, de omschakeling constant was daar aanwezig. Nou, dat is een mooi iets. Er waren meer aanknopingspunten. Bijvoorbeeld ook het vinden van de derde man. De combinaties waren goed. Het werd goed tussen de linies doorgevoetbal. En dan zie je dat er heel veel voetbal in het elftal zit. Ja, wat ik in het begin al zei, het was echt gewoon, het was gewoon hartstikke leuk om naar te kijken. Ja. Het was gewoon, je zat te kijken. Het deed mij een beetje denken aan die wedstrijd. Volgens mij is het 2,5 jaar geleden, 10-0 in Eindhoven tegen San Marino. Is dan weliswaar een veel mindere tegenstander, maar dan was het enthousiasme net zo groot. Ik ben het ook wel een beetje met Jan eens. Dat het is denk ik ook wel een beetje het ontzag wat Van Gaal ook op zijn spelers wel heeft. Er zullen weinig spelers denken, oh, potje tegen Hongarije, we spelen even wat. Want kijk, Van Gaal is natuurlijk wel een trainer die zit er zo kort op. Als je daar even een keer 3 kwartier laat afweten, dan zit je de volgende keer gewoon langzaam in. Maar terecht wat Arno net zei, er is ook een heel enorm verschil. In het verleden waren er zeg maar altijd 8, 9 man zeker van een plek. Nu zijn er in principe maar 3... Zeker van de selectie. Nou ja, die 3 heeft hij benoemd. En de anderen zitten toch naar elkaar te loeren. Als je dat elftal een beetje analyseert zoals hij nu speelde. Hè, ik denk dat er echt 6 hele goede spelers die positie van der Vaart, waar Van der Vaart nu stond, in het Nederlands elftal kunnen bekleden. Van Ver, Wijnaldum, Van Ginkel, De Jong. Ja, Schaars. Zouden ook Koesman. De Koesman. Dat zijn er echt 6. Hè. En dan gaan er, Maher is misschien nog iets meer voor de 10. Ja, lijkt wel. Maar 6 man, daar neem je er 2 van mee. Dat wordt toch echt heel erg spannend straks wie er mee gaat en wie niet. En dat voelen die spelers natuurlijk echt wel. Want ze willen allemaal verschrikkelijk graag naar het WK toe. Ik denk dat het grote pro van deze wedstrijd was het plezier. Ja. En dat was het. En als je het plezier hebt... Maar mag ik daar nog iets over vragen? Over dat pressen, hè? Ik hoor van Louis van Gaal dan zeggen... ja, we deden toen 75%, nu 100%. Waar ligt dat dan aan? Je kunt toch besluiten voor 100% te pressen? Nou ja, het ligt ook aan de tegenstander. Ja, dat weet ik wel. Maar dan moet je... Ja, maar, sluw is... Ja, als je steeds eromheen komt, als jij gaat pressen en iemand draait weg... Maar is het een kwestie van veldbezetting... Ja. Of snelheid van handelen? Nou, het is meer... je kunt daar toch blijven staan? Ja, maar het is de omschakeling van de speler zelf... en de juiste keuzes maken op dat moment. Dat doe je als een heel elftal. Hè? En als mensen wat minder goed in een vel zitten... en het elftal wordt een beetje lang... dan wordt het alweer wat lang, wordt het weer moeilijker. En het is te moeilijk om het 90 minuten vol te houden. Maar dat vind ik eigenlijk wel leuk, want dat heeft Frank mij wel eens verteld... Frank Rijkaard, dat jullie bij Sacchi ook trainen ook wel met elastieken... waarin werd gezegd... de bal is bij de rechtsachter van de tegenpartij... dat het hele team op dat moment... Ja, maar wij lokten een tegenstander. Kijk, in onze tijd kon je nog terug naar de keeper spelen. Dus als ik ging pressen, had het geen zin, want die ging toch naar de keeper. Dus wij moesten terugzakken naar het middenveld... wachten tot uiteindelijk die bal naar de zijkant ging. En als die bal naar de zijkant ging, dan zat je er volop. En dan, als die bal in het middenveld... ja, dan pakte hij hem over. Dan ging hij in twee passen, was hij voor de goal. En dan scoorde je. Het was een andere manier van pressen. Nou... Barcelona doet het. Die probeert het met Guardiola om daar te blijven. Bayern zodat je minder... is er ook mee bezig, hè? Ja, om daar te blijven. En dan hoef je minder meters naar achteren. Maar ja, wat ga je dan krijgen? De tegenstander die gaat een lange ballen spelen. Dan moet je ook weer op trainen. Aantal facetten nu gehad, waardoor het Nederlands elftal heel leuk speelde. Of heel goed speelde, zeg maar. Ander facet, Van Persie. Totaal andere speler inmiddels geworden dan een paar jaar geleden. Toen hij nog wel eens wat kritiek kreeg. En toen niemand eigenlijk wist of het nou de spits van het Nederlands elftal zou worden. Daar zijn we uit, hè? Ja, ik geloof dat die vraag ondertussen wel zo langzaam beantwoord is. Ja, nou ja, ik bedoel, hij heeft zich... van zijn Feyenoord-tijd, Arsenal, hij is eigenlijk alleen maar beter geworden. Ik denk dat er geen jaar te bedenken is dat Van Persie stilgestaan heeft. Ik zit even te denken, maar hij is echt heel geleidelijk alleen maar beter geworden. En hij wordt volgens mij nog steeds alleen maar beter. En het leuke is dat je nu ziet dat het elftal, met hem, maar hij ook met het elftal, ziet hoe de looplijnen zijn en hoe die moet lopen om de bal te krijgen. Ja, maar hij heeft nu het gevoel. De overtuiging is er. Kijk, toen hij bij Arsenal in het begin kwam, was Thierry Henry was de man. Dan moest je nog even aan aanpassen. Toen hij wegging, toen is hij ook meer gaan zwerven en gaan zoeken. Ging je ook meer naar de kanten toe. En op een gegeven moment, als je dat gevoel hebt, en je mag het ook van je trainer... Dan vind je vanzelf de ruimtes weer. En we hebben heel lang getwijfeld of het nou een 9 of een 10 was, bijvoorbeeld. Ja, nee, maar ook of Huntelaar niet beter was. Ja, is ook wel spits. Zelfs bij zo'n fenomenale speler als Van Persie speelt vertrouwen een grote rol. Ik bedoel, je kunt zelfs zo'n topspeler onzeker maken. Je voelt dat hij rustig is. Even gaan kijken. Ja, laten we even gaan kijken. Zou dat te maken hebben met Huntelaar? Dat is al lang geblesseerd. Dankzij blessure. Klap gedaan. Dit waren de goals van Robin van Persie afgelopen vrijdag. Hier schrikt de keeper enigszins. En Van Persie raakt hem op zijn schouder. Maar... Waterreus, vertel. Ja, vertel. Ja, ik zei net, volgens mij keepte hij de eerste keer. Maar, ja, maar het is wel, hij zit er wel lekker in. Ja. In ieder geval in het hoekje. Ah, dit is echt geweldig. Dit was echt de mooiste. Dit was een wereldactie. Dit is ook wel... Ik moest wel lachen. Van Persie noemde dit een floater. Ik dacht niet dat hij uit het volleybal kwam, maar dat was ook echt geweldig. Fantastische aanval. Ja, ja. En dit is mooi, hè? Ja, bijna dan op dat moment 40 goals voor Oranje. Kluivert en Van Persie. Kippenvel. Dit was ook lekker, hè? Ja, ja. Bovendien een kopbal in. Ja. 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 Maar dit is die laatste vooral. Dat is nou echt vertrouwen, hè? Als je geen vertrouwen hebt, neem je die waarschijnlijk meteen op je sloof. Ja. En schiet je hem soms ook wel binnen, maar ook wel eens een keer het stadion uit. En hij legt hem nou eerst even neer. Mooi laag onder die keeper door. Ja, als je dat gevoel hebt, dan ja, dat doe je dat. Het ziet er ook mooi uit. Ja, die bal die even zo... Even maar het kan ook heel snel veranderen. Hè? Want we hebben nog vrij recent ons beklaagd met de pers. Over Van Persie zonderde zich af met Avelay. Het werd een groepje. Hoe lang geleden? Anderhalf jaar geleden, bij wijze van spreken. 2 jaar geleden. Maar toen speelden ze nog een hele hoop dingen. Ja. Dat hebben we natuurlijk in die EK allemaal gezien. Maar inmiddels vinden we alles leuk en alles prachtig. En hij vindt het ook helemaal geweldig. Nou, ik denk dat Van Gaal daar toch een hele grote... rol in gespeeld heeft om op te ruimen. Gekozen. Heel veel spelers, nieuwe, jonge spelers, de kansen geven. Hij heeft geluk gehad met de eerste wedstrijd tegen Turkije. Ja, maar ook, en daarna is dat, door die jonge spelers, is er ook een soort gunfactor. Ja, maar wacht, natuurlijk wel. Maar wat jij zegt is niet helemaal waar. We vinden alles nou, een paar weken geleden in Andorra. Het was niet om aan te zien. Maar was hij niet de enige. Dat was Van Persie niet de enige. Dat was het hele team. Nee, ik bedoel Van Persie niet, maar het Nederlands zelf. Maar ik heb het over Van Persie. Ja, nee, ofwel dan. Maar je mag dat was ook, toch abnormaal slecht? Jawel, maar je mag ook af en toe slechte wedstrijden spelen. Die mag je spelen. Maar zorg maar dat je die wedstrijd wel wint. Ik heb ook slechte wedstrijden gespeeld. En soms, je gaat nooit het... Nou, ik niet. Oh, hij wil niet. Hij wil niet. Hij verdrinkt het. Nou, ja, toen hij was het nog niet eens... Het was het zwart-wit, toch? Toen er waren nog geen beelden uitgezonden. Nee, maar 14 maanden geleden... Je wil altijd goed spelen. 14 maanden geleden voor België en Nederland zijn Van Gaal nog Huntelaar in de eerste spits. En inmiddels is Van Persie de grote man van Oranje. Ja, maar dat neemt nog steeds niet weg waar jij aan refereert op de EK in Polen en Oekraïne. Dat had de schoonheidsprijs niet verdiend hoe die daarbij liep. Dat kunnen we nu wel allemaal in de Polonaise meelopen. Toen was het gewoon, dat verdiende de schoonheidsprijs niet. En of dat aan Van Marwijk toen de tijd lag... En nu aan Van Gaal, dat vind ik een ander verhaal. Maar het had dan te maken met Arsenal, maar überhaupt niet met de pers. Kijk, als jij in Oranje speelt op een groot toernooi, dan hoor je de pers te woord staan, punt. Daar zat hij hartstikke fout. Maar dan moet toch het WK straks echt zijn toernooi worden? Ook qua leeftijd, hoe hij nu speelt, hoe belangrijk hij in ons elftal is. Misschien wel het feit dat Sneijder er niet meer is of zijn rol heel anders is... betekent dat hij echt de grote man is. Het elftal bijna om hem heen gebouwd gaat worden. Dus die druk wordt wel weer groot. Het moet zijn toernooi worden. Als hij niet goed is straks op een WK, dan gaat hij later tot de boek in. Geweldige spits die niet één eindtoernooi echt heel goed voetbal heeft. Als je de laatste jaren kijkt, welke grote man heeft dan wel uitgeblonken op een toernooi? Ze zijn zo uitgeperst in het Nederlandse seizoen dat ze aan het einde van het seizoen kunnen ze niet meer. Messi heeft het ook niet kunnen doen, Ronaldo heeft het niet kunnen doen. En ze spelen toch ongelofelijke wedstrijden. Hij is op dit moment de pater familias. Neemt iedereen zeg maar, die even de problemen zat, hij gaat ermee praten. Hij is echt als een aanvoerder bezig. En wat het leuke is, want Bert Maalderink vroeg ernaar... hoe was het nou precies in de dagen voorafgaande aan die wedstrijd gegaan tegen Hongarije? Was hij nou wel of niet geblesseerd? En daar staat hij dan, de aanvoerder, een echte liefhebber. Hij wilde. Dit was een spannende week, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik kwam afgelopen maandag bij Huizentuin binnen... met het idee dat ik niet zou kunnen spelen. Maar dat ik nog een heel klein beetje hoop had. Dat ik het toch zou halen vandaag. En het is eigenlijk elke dag een klein stukje beter gegaan. Gisteren heb ik... kunnen trainen, was oké. Nog niet top. En vanochtend heb ik met een beetje bluff heb ik, gezegd dat ik een uurtje wilde spelen. En bluff betekent dat? Nou ja, kleine pijntjes hier en daar, maar goed. Ja, hij vertelde ook nog dat hij het voorgevoel had dat het wel eens een lekkere avond zou kunnen worden. Iedereen had er gewoon ongelooflijk veel zin in. Wat ook leuk was, en dat, ik heb het er nog maar eens een keer over... dat moment dat Van Persie naar Kluivert toe loopt. Twee grootheden in het Nederlandse voetbal. 40 keer op dat moment beide gescoord voor het Nederlands elftal. En dan willen we eens op kaart kijken hoe zijn die doelpunten ontstaan. Waar en wanneer scoorde die? Van Persie dus inmiddels op 41 na 80 wedstrijden. Kluivert maakte er 40 in 79, dus het scheelt eigenlijk helemaal niks. Vriendschappelijk zien we waar er gescoord wordt. In de kwalificatie van Persie scoorde meer dan weer Kluivert tijdens EK. En op een WK waren ze allebei in ieder geval goed voor 2 goals. Wel een mooie lijst, mooie namen. En we gaan er even op door. Want wat is er leuker om even te kijken naar bijvoorbeeld Robin van Persie op eindtoernooi. Want heel vaak hebben we het idee, hebben we ook de perceptie van... ja, daar was hij eigenlijk niet goed. Misschien was hij niet goed, maar hij maakte toch wel belangrijke goals. En mooie ook. Ja, en als we dan toch, daar zijn we ook ongelooflijk trots op, gaan kijken in het archief... dan komen we natuurlijk ook wat goals tegen van Patrick Kluivert. Sommige herkent u nog, sommige weet u niet meer. Wist u bijvoorbeeld dat hij scoorde in de wedstrijd tegen Argentinië in 98? Ik dacht dat het alleen Bergkamp was, maar ook Kluivert scoorde in die wedstrijd. En dus blijft het leuk om ernaar te kijken, dit soort spitsen. Jij hebt er veel gezien, je hebt met veel gespeeld. De beste? Nou, Marco was voor mij de allerbeste. Ik vond Van Nistelrooy ook wel heel apart. Die had ook wel wat. Alles in de 16. Maar ik denk dat iedereen in zijn eigen moment... zijn ze allemaal heel erg belangrijk geweest. Allemaal verschillend, maar wel heel apart. Het is wel leuk om even te kijken naar de top 5 alle tijden... wat betreft de topscorers in Oranje. We missen een aantal namen erop, want we zien Van Persie... we zien Kluivert, Bergkamp, Wilkes en Van Nistelrooy. We missen dus Van Basten, vanwege blessures, neem ik aan. Ja, we missen Cruijff, mindere wedstrijden. We misten twee eindtoernooien. Ja. Ja, dat klopt. 84, 86. Ja, dus dat is ook wel minder. Dat scheelt. Maar goed, de blessure is natuurlijk ook bij Marco. Ja. De beste spits, ik heb jou nog niet gehoord. Na jou, Jan. Nou, ik vond Cruijff de beste spits eigenlijk. Maar beter was het een spits eigenlijk? Ja. 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 Ja? Ja, hij is later wel teruggegaan, maar toen hij 17, 18 was. Maar, ja, het een revolutie. Maar ik vind van dit lijstje de mooiste. En ook qua percentage, geloof ik. 35 doelpunten in 38 wedstrijden. Vaas Wilkes. Dat is een schoonheid van een voetballer. Ja, het is wel weer zwart-wit beeld, Ruud. Ja, bij Xerxes nog, hè? Ja, bij Vaas. Tegen Noah bij Inter was hij op zijn... En bij Valencia was hij op zijn best. Heb je het is jammer dat je er niet zoveel van weet. Nee, dat heb ik ook met Pelé. Ik heb net de beelden gezien. Ik denk dat dit mazzel is, maar het kan aan mij liggen. Ja, nee, maar dit is denk inderdaad... Uit een tijd... Dit is ver voor zijn toptijd. Je moet hem bij Inter zien. Zeg het dan van tevoren dat we beelden van Inter moeten kopen. Kijk, jij maakt mij hier weer belachelijk. Totaal niet. We vinden het leuk om Vaas Wilkens te zien. Een beeldschone speler. Goed. Ja, we hebben het net al even gehad over Huntelaar. Waar is Huntelaar? Die is nog steeds geblesseerd. Die komt er ook, neem ik aan, weer aan. In ieder geval hebben we daar de pinchitter die we zoeken, lijkt het. Nee, is dat een pinchitter? Waarom niet? Nee, maar ja, volgens mij is het daar net bij het vorige toernooi niet zo helemaal goed gegaan. Nee. Die pinchitter... hebben die dan wel? Die dan wel? Ja, hij neemt Kuyt mee, denk ik, in die rol van... Als pinchitter? Nou ja, als tweede spits. Op dit moment. Die is er 1,5 jaar bij geweest. Of Huntelaar moet echt heel goed gaan spelen. Aan de zijkant de Kuyt zal geen optie meer zijn. Als iedereen fit wordt, Narsing erbij. Een pinchitter, wat is dat precies? Nou, die neemt hij niet mee. Die staat voorin, zeg maar gooi je ballen hoog voor doel. Nanninga, Vennegoor, Vesselink. De Moesje. Ja, bijvoorbeeld. Dan stopt hij Vlaar vlak voor tijd in de spits of zo. Als je echt een keer wat nodig hebt. Maar je gaat niet iemand meenemen zoals Van Hooijdonk ooit misschien wel bij Oranje. Een soort van echte pinchitter. Maar Pierre had ook nog wel een andere specialiteit. Elke vrije schop de laatste 10 minuten. Of ja, niet alleen de laatste 10 minuten. Dat was natuurlijk... bijna een penalty in een bepaalde periode met Pierre. We hebben het gehad over Van Persie. We hebben het in andere uitzendingen ook al heel veel gehad over Robben... die in een bloedvorm verkeert. En ook het gevoel, het samenspel, zie je heel duidelijk. Dan nog even die andere naam, die Strootman. We hebben het er net al heel even over gehad. Die heeft dus de goede keus gemaakt om naar Rome te gaan. Ja, ik denk dat we hier met z'n allen daar... Misschien Ruud niet, omdat hij zelf in Italië gespeeld heeft. Maar ik ben heel verrast... Ja, ik vond zijn keuze een beetje een rare, maar tot nu toe blijkt hij uitstekend. Maar je bent echt verrast niet door de voetballer, maar door de persoon. Ja, maar van Ruud Gullit had ik wel verwacht. Milaan, Ruud, maar Stekelenburg was ook al... Ook niet. Nee, maar er is toch zo'n soort Stekelenburg, maar dat is niet waar. Hij geniet zich daar surf. En het elftal speelt heel goed. Hij komt nu echt... Kijk, Stekelenburg is gegaan in een tijd dat het niet zo goed ging. En nou gaat het heel goed. En hij is daar een van de bepalende spelers en in Oranje ook. Hij is gek op hem. Natuurlijk de grote man weer Rome. Dat is zijn verdienste. Door Strootman zijn we echt een stuk sterker geworden. Ja. Het leuke van het middenveld was, we speelden nu dus, zeg maar, met de punt naar achter, naar Nigel de Jong. Met Van der Vaart en Strootman in de meer aanvallende rol. Dit elftal kan op dit middenveld gewoon heel dynamisch seconden van positie wisselen. Ja. Maar ze kunnen ook onmiddellijk van systeem wisselen. Want Strootman even terug en je hebt Van der Vaart op 10 en 2. Ja, dat ligt natuurlijk ook aan de tegenstander. Als je een tegenstander hebt die ook met veel middenvelders naar voren, ja, dan wil je Van der Vaart niet als een gek laten rennen. Maar je kan het meteen veranderen in de wedstrijd zelf. Ja, Strootman zelf, die kan dan terugschakelen. En de Jong, moet ik zeggen... Kijk, ik wil de Jong niet te veel aan de bal hebben. Niet bij de opbouw. Ik wil de Jong juist... Ik wil Strootman aan de bal. Ik wil Van der Vaart aan de bal. En op een gegeven moment in het begin ging het ook mis... omdat hij te veel die ballen ging ophalen. Helemaal bij de achterhoede. Op het moment dat hij daar weg ging lopen... en de anderen aan de bal kwamen... toen ging hij ook veel beter spelen. En toen was hij steeds overal zat hij tussen. Ballen pakte hij af en dan is hij zo goed. Hij legde van tevoren uit van Gaal, hè, waarom hij met Jong speelde. Dat had eigenlijk gek genoeg alleen maar te maken met Hongarije. Speelde met 2 spitsen en daarom wilde hij met de punten achter spelen. Maar als je dat nu zag, is dat toch niet iets om gewoon op voor te borduren? Los van wat de tegenstander doet. Maar dat is toch abnormaal om je opstelling te maken... aan de hand van de opstelling van de tegenstander. Ja, in de sport is dat niet zo raar, Jan. Nederland trekt zich niks aan van Hongarije. Ja, dat is niet helemaal zo. Van WK is dat ook niet zo. Dat was de grote Michels. Als er een hele goede speelt daar, daarna trek je... Als Messi bij Hongarije speelt, wat zijn Michels dan? Nee, dat je nooit de tegenstander moet onderschatten. Dat je altijd het respect moet hebben voor tegenstander, wat zij doen en waar hun sterke punten. En ja, daar anticipeer je soms wel eens op. Het was nu 8-1 door die anticipatie. Ja, nee, dat bewijs is me te makkelijk. Nee, ja, maar dat... Als Nigel de Jong één ding afgelopen week wel bewezen heeft, de afgelopen vrijdag, is wel dat je hem heel goed kunt gebruiken. Ja. En zeker op zo'n groot toernooi. Ja, en helemaal tegen sterke ballen van de tegenstander. Ja, echt, het is precies wat Ruud zegt. Je moet hem niet te veel aan de bal krijgen, maar de bal afpakken van anderen is hij... Ja, ik denk dat wij geen betere hebben. Ik had wel sneu dat hij... Nou, hier komt het moment. Zo goed dat hij dat deed. Dat was onterecht, hè. Nee, het is niet onterecht. Ja. Hij moet in principe natuurlijk van de tegenstander afblijven. Ja, hij krijgt alleen een tik op zijn Achillespees waar hij geen zit. Hij krijgt een behoorlijke schop, hoor. Maar dan nog. Ja, hij moet het niet doen, maar... Nee, ja, maar daar kan ik nog... Kijk, hij krijgt hier eerst en nu komt een tweede. Bang. Ja, rechtervoet trap gewoon door. Kijk, Neemet moet gewoon rood krijgen. Ja. Maar mee eens, de Jong aanwinst... Nou, ik denk als je reëel bent... Als hij fit blijft, gaat hij gewoon absoluut zeker naar. Alleen, hij heeft wel ook gezegd dat hij dus wel vindt dat de Jong maar op één positie kan spelen. Ja, maar wel, je hebt hem daar wel nodig. Die positie bestaat. Maar dat is dus wel duidelijkheid, ook naar de Jong toe, van ik wil jou gebruiken als we zo spelen. Hij wil eigenlijk zo spelen. Ja. Alleen het gaat erom wie op die punten achter speelt. Maar dat was wel leuk, want er werd op een gegeven moment door Valentijn Driessen van de Telegraaf gevraagd over Van Gaal en Cruijff, of er nou raakvlakken zijn. En ja, opzienbarend was wel dat Van Gaal zei, dat onze meningen lopen niet zo ver uiteen. En Johan vindt natuurlijk ook altijd dat je met de punt naar achter moet spelen om daar de ruimte te creëren voor de mensen die op kunnen komen. Een vraag erover, als je dan met de punt achter speelt, wat hij misschien dan gaat doen, is dat dan het einde van Sneijder en Nels Elftal? Want die ga je niet op een van die twee posities daarvoor op een WK laten... Kan je niet op de positie van der Vaart spelen? Qua meters? Ja, maar zoveel die kan je alleen maar op 10. Mag ik qua punt naar achteren? Oké, we gaan door. We leggen het uit. Jack, dit is belangrijk in de historie van de voetbalgeschiedenis. Is dat niet totaal achterhaald? Ik bedoel, maar Bayern München speelt toch al een veel moderner soort voetbal. En je hebt 6 punten naar achteren. Dat is niet waar. Nee. Die spelen met Philip Lahm. Maar die voetbalt toch overal behalve waar Nigel de Jong staat? Nee, dan moet je eens goed kijken. Ik heb het vorige week gezegd, het is compleet verwieroen. Dus het gaat allemaal door elkaar heen. Alleen hij is een van de weinigen. Daar heb je een beetje gelijk. Dankjewel, Ruud Gullit. Daar heb je een beetje gelijk. Alleen Lahm is wel redelijk... Ja, die speelt dan... Hij is wel corrigerend. Maar goed, jij hebt je Duitse woord weer uitgegooid. Nee, mijn visie op dit spel. Ja, dus... En die is ver voor dat van jullie. Ja, we komen er uiteindelijk wel achter. Even over de keepers. Ja, die weet het nooit zeker, hè Jan? Frappé toujours. Ah oui, très bien. We gaan nu direct tegen Engels ook nog eens praten. Chinees. Keepers. Nu zaten er 3 bij de selectie. We hebben behalve deze 3 bijvoorbeeld Zoet, Stekelenburg, misschien nog Vermeer, je weet het maar nooit. In ieder geval 6 keepers, waar hij er 3 van moet kiezen. Heeft hij nu de juiste 3 te pakken? En zit daar de vaste keeper van het Nederlands elftal bij? Nou ja, goed. Vermeer en Silissen is in principe 1 keeper. Ja. Ik bedoel, die wat bij Ajax keept gaat misschien mee. Maar ja, goed, die wat niet keept gaat zeker niet mee. Nee. Kijk, het opvallende is dat Van Gaal 5 keepers gebruikt heeft. En ze het eigenlijk alle 5 goed gedaan hebben. Ik vond de laatste 2 interlands, niet vrijdag, maar de 2 interlands ervoor iets minder. Ja. Maar ja, dat wordt nog, en daar kan Zoet inderdaad misschien nog wel bij komen. Als ik heel eerlijk moet zijn, ik zou het echt niet weten. Nee, maar stel, iedereen is in vorm. Iedereen is in vorm en iedereen haalt zijn top. Wat is dan jouw nummer 1? Iedereen in vorm en iedereen haalt zijn top. Dan zou ik toch nog, denk ik, voor Stekelenburg gaan. Vanwege ervaring ook? Nou ja, goed. Hij heeft zeker op de WK in Zuid-Afrika echt heel erg goed gespeeld. Als hij dat niveau weer haalt, zie ik er geen van die andere jongens tot dat niveau. Nee, niet dat niveau. Nee? Oké. Nee, aanstaande dinsdag speelt de Nederlands elftal tegen Turkije. Men wilde eventueel groepshoofd worden. Jij bent er helemaal in thuis. Het is niet uit te leggen, hè? Nou, hoe lang kunnen we wat extra zendtijd vragen dan? Nee, het is een systeem, het is ongelooflijk. Maar we worden geen groepshoofd. Ik denk dat niemand in Delft bij de universiteit het begrijpt. Het heeft te maken met Italië, Uruguay... Zwitserland, Colombia, België? Nee, België is safe. Okay. Die halen we niet meer in. De kans is eigenlijk wel reëel als je kijkt dat we het niet redden. Dat we geen groepshoofd worden. En daar zei het trouwens... Daar maakte Van Gaal wel een foutje in, vond ik. Die zei, 4 jaar geleden zaten we ook in de groep des doods. Toen waren we eerste geplaatst. Dat maakte dus niet zoveel uit. 4 jaar geleden in Zuid-Afrika zaten we met Kameroen, Japan en Denemarken. Dat was natuurlijk niet zo'n sterke... Okay. 4 jaar geleden waren we groepshoofd en hadden we niet zo'n sterke pool. Dat was wel een heel lekker begin van dat toernooi om een beetje in te groeien. Toen hadden we daarna Slowakije. Ja. Dus we hebben een lange aanloop gehad. Maar we hebben ook wel eens een keer, zijn we begonnen tegen de nummers 1 en 2 van de wereld, Italië EK. en Frankrijk. Dus het zegt er niet zoveel. Zwitserland kan groepshoofd worden. Ze staan nu, geloof ik, 14e, maar na winst van Slovenië. Ja. Eén ding moeten we wel even misschien van tafel vegen, omdat ik toch steeds nog veel mensen hoor die er erg door in verwarring zijn. Het is niet zo als je groepshoofd bent dat je 3 wedstrijden op 1 plaats speelt. Je reist net zoals iedereen gewoon het hele land door. Dat is 5 uur vliegen van boven naar beneden en van links naar rechts. Dus dat voordeel heb je niet. Geldt ook voor Brazilië zelf. En heb je dan een hotel gereserveerd, Arno? Voor jou, Jan? Of, nee, niet. Oh, ja, nee. Wil je graag? Waar zitten we? Nee, Nederland zelf al. Nederland in Rio. Rio de Janeiro. Ja. Mooi. Waar ze volgens mij verleden jaar, of wat was het, verleden jaar ook hebben gezeten. Maar de kans is 25% als ze geen groepswinnaar worden dat ze een wedstrijd in Manaus moeten spelen. Dan moet je een uurtje of 5 de Amazone in vliegen en dan ben je wel even op. Het laatste stuk met de kano, begreep ik. 6 december is de loting. Die zenden we uiteraard live uit bij de NOS. In Salvador. In Bahia, boven Salvador. Ja. En dan weten we het allemaal wat het inhield om wel of geen groepshoofd te zijn. We gaan naar het geheim van de Belgen. Wat is het geheim van de Belgen? Jij hebt ze nog niet zoveel zien spelen, maar je weet wel welke spelers er zijn. Er is opeens zoiets van... Maar het is toch leuk? Het is toch ongelooflijk. Het is geweldig. Iedereen, eigenlijk ook in Nederland vond iedereen eigenlijk dat ze het eindelijk een keer konden laten zien. En ik vind het geweldig dat ze zich gekwalificeerd hebben. Het zijn allemaal hele jonge spelers ook. Ervaren spelers. En daarvoor zie ik er ook naar uit om België te volgen tijdens het WK. Ja, en inmiddels spelen het voor grote clubs. Het is niet meer zo dat ze allemaal bij Anderlecht, Brugge of Standaard spelen. Dat zoals is het grote verschil. En die paar spelers die geen wereldspelers zijn, die speelden vroeger bij Sint-Truiden en Gent. Ja. En die keken dan op tegen jongens die bij Brugge speelden. Maar dat ligt nu allemaal veel hoger, omdat ze bij Liverpool en Tottenham Hotspur spelen. Dat is zo te merken aan die ploeg. En natuurlijk een stuk of 6, 7 klassenspelers. Nou, laten we even gaan kijken naar de goals. België kwalificeert zich dus definitief voor het WK door te winnen in Kroatië. Benteke is er niet bij, Lukaku wel. Hij speelt lang niet altijd, uitgeleend door Chelsea. En speelt nu bij Everton. En hij doet het 2 keer. Op kracht, op macht. Hier mag je en even het lichaam ertussen. Boem, even een knalletje, even een elleboogje. Wat maakt het uit? Lukaku scoort. Het wordt uiteindelijk 1-2. Beetje Ruud Gullit-achtig, vond ik. Ja. Maar niet vanwege dat haar, maar vanwege de stijl. Klap. Techniek. Techniek en stijl. Op zich niet zo gek wat hij zegt. Het was wel een beetje een rush die jij ook kon maken. Vroeger, lang geleden. Heel lang geleden. Heel lang geleden. Ze hebben alles in principe in die ploeg zitten. Ze hebben een goede ploeg, goede verdediging, goed middenveld, veel aanvallers en fantastische keeper. Nou ja, als je de leeftijd van die keeper bekijkt, dan dat is echt, dat is gewoon niet normaal. 21 jaar. Heeft 2 keer de Europese Supercup gewonnen, Spaanse beker gewonnen en keept alsof hij er al 100 jaar... Europa League bedoel ik ook. Al jaren staat. Daarachter hebben ze nog Mignolet. Op die positie zijn ze zeker beter dan Nederland. Ik vind wel dat zij de exceptionele kwaliteit, waar we het over hebben gehad, van Persie en Robben, hebben ze wel niet, vind ik. Nee. Daarentegen zijn ze, vind ik, en dat wil ik jou eigenlijk wel vragen, Ruud, ze zijn veel gedisciplineerder, vind ik. Kijk, wij in Nederland hebben toch nog altijd dat idee van wij moeten altijd het spel maken, wij moeten altijd de bal... Ja, maar dat hebben we niet. Nee, dat hebben ze nooit gehad. Dat hebben ze... Ja, ze hebben een periode gehad. Het is wel veranderd, jongens. Ja, maar ze waren altijd de onderdeel. Ja, daar begonnen ze altijd mee. Ja, maar dat is dus daar kon je altijd hangen. Wilmots wil dat niet, hoor. Dat zegt hij echt nadrukkelijk. Dat zijn. Maar dat is wel leuk om. Dat is juist leuk om te zien. Maar ze hebben ook de spelers ervoor. Maar als je de eerste 2 goals gisteren ziet, het zijn toch gewoon 2 mislukte aanvallen van de tegenstander, snelle omschakeling. En wat mij gisteren heel erg opviel, middenveld, Dufour, Fellaini en Witsel. Ja, we hebben het hier net over opofferen en over Nigel de Jong ballen veroveren. Maar zij doen het, dan moet ik jou gelijk geven, Jan. Alle 3, maakt niks uit wie waar staat. Ja. En ze lopen en ze lopen en ze blijven lopen. Het is echt... Het is misschien wel iets meer een lopers met techniek, hoor. Nou, het gekke is, Verlaine is ten dele nog op de bank. Ja. En vraagteken of hij het Manchester United niveau aan kan. Dan heb je nog mensen die zitten nog denken van, is het wel een goede aankoop? Maar hij heeft natuurlijk heel lang bij Everton gewoon heel goed gespeeld. Maar het opmerkelijke is, vlak na het WK in Zuid-Afrika, toen het Nederlands elftal tweede werd daar, keken we naar de Belgen en keken we minachtend op ze neer. Want ze stonden op die World Ranking Lijst. 62e. Inmiddels staan ze dus in ieder geval bij de beste 7. Daar is zo verschrikkelijk veel gebeurd. En laten we eens heel even gaan kijken wat er dan gebeurt met een land. Want ook een land wordt gek. Wij hebben leeuwen, we hebben boerinnen, we hebben kaas wat er over straat loopt in het oranje. Maar ook de Belgen beginnen al mee te doen. Ja, we gaan naar Brazilië nu, hè. En ik hoop dat we het even goed doen. Dat is in Mexico, 86, de vierde plaats. Ik ga dat ook zeggen tegen mijn kleinkinderen, hè. Echt waar. Ik ga zeggen, ik was erbij in Zagreb. Ik zie tranen in die ogen. Ja, ik ben ontroerd. En waarom? Brazilië, beleving, genieten. We moeten niet bang zijn om naar Brazilië te gaan. Het is een schoon land. En waarom? Dus gewoon ervan genieten ook, hè. Zagreb is van ons! 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 Formidabele! Jan, het meest opmerkelijk is, er wordt Nederlands gesproken in het filmpje, omdat er door een Nederlandse journalist iets wordt gevraagd, althans een Nederlandstalige Belg. Maar ik hoor ook op de achtergrond Lukaku. Ik hoor nu ook heel veel dat het enorm veel betekent voor de eenwording van België, van Vlamingen en Walen. Ze kunnen echt 100 jaar vooruit. Het is wel leuk, hoe heet die man Bart de Wever en zo, die van de N-VA, dat is een beetje, willen het land splitsen. Die heb je de laatste maanden nauwelijks gehoord. Die zegt, hij zat stilletjes te hopen dat België, geloof ik, zou verliezen. Nee, dat is zo'n geluk voor... Ja, ik vind dat België zo moet blijven als het is. Ik ben voor de Walen en voor Vlamingen. Maar er zijn er ook heel veel die willen daarvan af. Maar dat zal de eerstkomende 100 jaar niet gebeuren, dankzij Lukaku. Ja, 6000 Belgen waren er in zaak. Ik heb overigens aanstaande dinsdag wordt het ook een opmerkelijke wedstrijd voor de Polen. Want er komen er 16.000 Polen op Wembley. Wij herinneren ons nog 73, Tomaszewski. Maar even bij de Belgen moeten blijven. Weer tegen Polen. Ja, ja, Engeland, Polen. Ja, ja, ja. Dat is mooi. Ja. Het leuke is dat er bij de Belgen ontzettend veel veranderd is de afgelopen 1,5 jaar. Er is heel veel aangepakt. Laten we daar direct Jan Vertongen maar even over horen. Want wat gebeurde er nou allemaal? Welke mutaties kwamen er? En waardoor voelden ze zich nou lekker binnen het Belgisch elftal? Dat waren kleine dingen, want vroeger meldden ze zich af. Last van een pijntje, een beetje verkouden. Maar nu zegt niemand meer af. En de dingen, maar wel dingen waar voetbal is veel waard. Het nationaal team is veel professioneler geworden. En, alles eromheen, hotels, medische staf, trainingen, trainingskledij. Het zijn kleine dingen, maar het zijn wel dingen waar voetballers veel waarde aan hechten. Waardoor ze zich beter om gemak voelen. En, ja, ik denk dat Wilmots ook echt een goede sfeer heeft teruggebracht. Jongens kunnen geweldig met elkaar overweg. En ik denk dat hij wel de belangrijkste factor is geweest in deze campagne de afgelopen jaren. Ja, en dan gebeurt er dus veel. Hè? Want het lijken kleine dingen, hè? Maar opeens is alles eromheen goed geregeld. Dat ja, maar dat komt ook omdat hun bij hele grote clubs spelen. Dus ze willen. Dus die denken nu van ja, maar wat we toen hebben, dat willen we niet meer. Advocaat, laten we dat niet vergeten. Wilmots zei het zelf nog. Nee. Is natuurlijk door advocaat aangetrokken als assistent. Advocaat krijgt veel lof deze week in België. Hij zei hier vorige week, ik heb de basis gelegd. Maar ik dacht dat hij doelde. Hij geeft hem in België gelijk. Luister maar naar de huidige bondscoach Marc Wilmots op de persconferentie over advocaat. Nu moet ik advocaat bedanken. Zonder hem was ik niet hier bij de nationale ploeg. Hij heeft mij gebeld. Anders heb ik een andere job gemaakt, denk ik. Ja, en met name maar, die hele omwenteling in professionalisering, allerlei randzaken. De compagnie stuurde die weg. Gewoon weg uit het trainingskamp. Het was in België echt een shock. De grote compagnie kwam 2 keer te laat. Advocaat stuurde hem naar huis. Maar hoe moet je het dan verkopen? Het Belgisch elftal dat op dat moment nog heel veel kritiek krijgt in eigen land. Het zouden, ja, we moeten maar kijken wat deze generatie... Het woord... Maar hoe kan het ook anders in België? Patatgeneratie viel net niet, overigens. Maar je moet dat herkennen uit jullie tijd. Het was nog niet zeker of deze generatie wel goed genoeg was. Dus er kwam een marketingbureau, er kwam een reclamebureau op te zitten... en er werden dingen gedaan. En wat vroeg het Belgisch elftal aan de supporters in de wedstrijd tegen Nederland? Kom in het rood. Als jullie in het rood komen, dan gaan we jullie belonen. En dus werden er uitdagingen gesteld. En dat ging op deze wijze de eerste keer. En dus wordt er opeens mondiaal gesproken over dit Belgisch elftal... dat het eigenlijk vanuit het niets gaat komen op dit toernooi. Komt dit toernooi, denk je, te vroeg voor België... of kan het wel eens de onvoorstelbare verrassing worden van het WK? Nou, een verrassing... wat is onvoorstelbaar? Moeten ze een halve finale halen of zo? Bijvoorbeeld? Ik zou zeggen dat je van hun wel mag verwachten dat ze de eerste ronde overleven. En daarna vind ik wel... je kunt moeilijk van een ploeg die er nog nooit geweest is... Ik denk dat ze zoveel sympathie hebben, dat zelfs Nederlanders ook voor ze... Duidelijk. Allemaal. Nee, we hebben het verleden jaar meegemaakt. Wij waren bij België-Nederland, verleden jaar Nederland verliest. En we liepen allemaal te genieten van, we hebben een heerlijk België. Maar je merkte wel die omwenteling toen een beetje. Dat was hem eigenlijk. Dat stadion bekolkt inderdaad. En het was eerst waren echt eigenlijk ontzettend met het elftal bezig. Ook heel erg anti-oranje, maar het was wel een hele bijzondere avond. En na afloop, mensen vierden toen al op straat feest alsof ze wereldkampioen waren. Ik zei toen volgens mij nog gestuurd voor een keer, ja, ze hebben zich zo gefocust op Nederland. Die verliezen straks van Kroatië, dat was een eerste kwalificatiewedstrijd, die wonnen ze. Dat bleek niet te kloppen. Maar je zag wel een soort vertrouwen. Maar je en ziet ook, hij is power. Bescheiden. Hè? Het blijft wel redelijk gemeen bescheiden voor het Vertongen. Maar wat mij toch opvalt, wat zo'n jongen daar zegt... Zo'n enorm belangrijk voetbal, multinational... dat de ommekeer gekomen is eigenlijk door de trainer die een goede sfeer schept. Ja, maar dat is het niet. Nee, maar het is de organisatie. En daarmee is maar goed sfeer in de ploeg. Dat is toch is het namelijk het belangrijkste om je de waarheid te zeggen. Ja, je goede spelers hebt. Maar ze kunnen allemaal voetballen. Het is toch een beetje jammer dat de invloed van een trainer niet groter is. Hij vertelde net al, als Kompany gewoon twee keer klaarkomt... omdat hij vond dat hij een grote meneer was, dat hij hem dan wegstuurt. Ja, maar dat zijn randverschijnselen, Ruud. Nee, is niet zo. Want op het moment dat je het niet tolereert... gaat iedereen denken, hé, wacht eens even. Er is een hele andere tendens op dit moment. Voetbal is geen exacte wetenschap, maar wel een soort wetenschap. Ik verwacht dan ingenieuze theorieën, nieuwe richtingen van spel. Bestaat dus niet. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, ze hebben ongelooflijk veel spelers... maar ze kunnen er maar 11 opstellen. Je kan ook nog muiterij op de bounty krijgen. Want een heleboel spelers, die grote clubspelers... zullen ook op de bank gaan plaatsnemen. Ja, het gevaar in België wat altijd op de loer ligt... is, ik moet altijd denken aan het wielrennen. We hebben al 20 keer een nieuwe merks gehad... en ze zijn allemaal aan de druk ten onder gegaan. En dat, als je nou weer het feest ziet nu ze geplaatst zijn... ben je ook een beetje bang dat dat risico... en je blijft natuurlijk toch ook een beetje die talenstrijd in dat land houden. En maar luister Jan, jij hebt er zelf gespeeld, je weet het beter dan ik... maar ik heb in het verleden bij PSV met jongens als Luc Niels en zo gespeeld. In die tijd was het echt vaak een probleem. Hè? Maar dat is de taak van Wilmots. De geschikte persoon daarvoor. Hij is twee talen. Dat weet ik wel, Arno, maar dan nog... het kan, wat Jack toch een beetje aan refereert... er zitten straks 6 weken bij elkaar. Ja. In twee talen gaan bespreken? Nee, dat zal niet het geval zijn. Nu nog steeds met dit elftal? Nou ja, er zijn er wel. Witzel, die kent geen woord Nederlands. Hazard ook niet. Hazard spreekt er geen Nederlands. Frankrijk of altijd. Hij lult er wat tussendoor. Hoe heet ons Nederlandse volleybalcoach die in België werkt bij Mark Lammers? Sorry, hockey. Die zit in België. En die coacht en traint in het Engels. Ja. Om het taalprobleem op te lossen heeft hij van het begin af aan gezegd... ik doe het in het Engels. Nou, Wilmots hoeft dat natuurlijk niet. En die spreekt goed Frans en Nederlands, maar toch wel opvallend. En het gaat erom dat je straks 6 weken bij elkaar zit. Dan zou dat een potentieel probleem kunnen zijn als mensen niet tevreden zijn. Dat is alles. Wij houden van de Belgen, dat is duidelijk. En we zullen het nauwlettend volgen. Hoe kijken de Belgen tegen Nederland aan? En is er iets veranderd? Is België opeens superieur? Jan Vertongen erover. Ja, ik had tot een maand geleden absoluut België gezegd. Maar Nederland, ik ben wel onder de indruk geraakt. Van Gaal heeft zijn stempel kunnen drukken, denk ik. Hij heeft op zijn eigen wijze weer jongens aan de praat gekregen die hij aan de praat moest krijgen. En, dus ik heb vanmiddag nog de highlights gezien van hun wedstrijd. En het ziet er veel beter uit dan wat ze het hier hebben laten zien bijna een jaar geleden. Het begint inmiddels een beetje te kriebelen. Steeds meer landen plaatsen zich voor het WK. Zullen we even gaan kijken welke landen zich definitief hebben geplaatst al? En in de komende weken komt daar natuurlijk nog het een en ander bij. Ook nog naar barrage, play-offs in november. Deze landen hebben zich geplaatst namens Europa. Nederland, België, Duitsland, Italië, Zwitserland, Zuid-Amerika. Ik weet in ieder geval dat Brazilië, Argentinië en Colombia gaan. Azië wordt vertegenwoordigd op dit moment door Japan en Zuid-Korea. Verder uit Noord-Amerika komt Australië, zie ik. Lijkt me een beetje vreemd, maar goed. Iran, Verenigde Staten en Costa Rica. En dan bijna zeker Spanje en Rusland. En er komen dus deze week op dinsdag nog een aantal landen bij. Maar het wordt in ieder geval leuk om dat allemaal te volgen. En lekker riant dat we achterover kunnen zitten en Nederland al geplaatst is. Want bijvoorbeeld Frankrijk, Portugal komt in de barrage. Ja, dat wordt nog wat. Huh? Ja, overigens, Tunesië speelde vandaag tegen Kameroen 0-0. Tunesië vanwege Krol, Burkina Faso, wint van Algerije. Nou, in Afrika, er komen misschien een paar landen bij die nog nooit op een WK zijn geweest. Bijvoorbeeld, deze landen hebben een kans op hun debuut. Montenegro, Bosnië, IJsland, Armenië, Panama, Burkina Faso, Ethiopië en Jordanië. Mag ik zeggen dat ik het meest uitkijk naar IJsland? IJsland, ja. Ja, dat is natuurlijk, zou heel leuk zijn. Ja, dat is... Johansson, hè? Ja, ja, Johansson. Nou, ja, die Burkina Faso, die heeft heel goed gespeeld op de Afrika Cup. Ja, ja. Echt heel goed gespeeld. Ja. Ja. Klopt. Dat is ook een leuk, dat zou ook leuk zijn. Nee. Nee. Ik hoor in mijn oor dat er nog geen nieuws is van AZ. Want we zitten nog steeds te wachten op een nieuwe coach. Kunnen we daar nog even over filosoferen? Wie gaat dat nou worden? Wat gek is dat toch, hè? Ja. Want AZ stond zich toch wel voor dat ze een voorsprong hebben op andere clubs. Omdat zij alle schaduwspelers hebben en schaduwtrainers. Is dat zo? Ik weet niet of daar een schaduw over gevallen is. Maar dat is toch al een paar weken geleden. En voorlopig weten we alleen maar dat er mensen benaderd zijn die niet komen. Kortom, er moet daar toch een beetje paniek zijn. Want dat gaat niet simpeltjes. Moet het paniek zijn of is het gewoon van echt wachten tot je de geschikte persoon misschien ergens wel los kunt breken? Ja, ik weet het niet. Wij hebben dat van tevoren al geregeld. Wij weten wie dat we willen als Verbeek weggaat. We zijn een paar weken. Ruud, vertel het maar, jongen. Ik weet het niet. Het zou zo leuk zijn dat je zegt, nou, ik ga morgen beginnen. Overigens gingen er allerlei geruchten over Australië en Guus Hiddink. Daar is de coach ontslagen in Australië. En Hiddink heeft meegedeeld dat... Ja, hij wist van niets. Hij was bij AZ gehad. Nee. Hij was bij de wedstrijd Zuid-Korea tegen Brazilië. 2-0 gewonnen door Brazilië, oefeninterland. Hij wist helemaal van niets, terwijl men in Brazilië al zei dat hij gesproken had, maar flauwkul. Oké. Wordt vervolgd, zoals ook Studio Voetbal en de competitie. Want volgende week gaan we gewoon weer competitievoetbal spelen. Aanstaande dinsdag dus de wedstrijd Nederland tegen Turkije. Wij gaan terug, we kijken vooruit naar datgene wat er volgend jaar gebeurt. Het WK in Brazilië. En nu weet u dat we ook terugkijken op datgene wat er eerder gebeurde op wereldkampioenschap... waar het Nederlands zelf al actief was. We zijn in 78. We zitten in de tweede groepsronde. Dat is eigenlijk een best vreemd systeem. Eerst een groep van 4 en dan weer een groep van 4. De eerste groep van 4 overleven. We zeiden ternauwernood. Maar Rep stelt alles met orde op zaken in de wedstrijd tegen Schotland. Dan krijgen we de volgende pool. Oostenrijk, Duitsland, Italië en Nederland. We hebben verleden week laten zien dat Nederland op een buitengewoon makkelijke manier afstand neemt van Oostenrijk. Wint met 5-1. Een fantastische Rensenbrink. En dan komt angstgegner, krijg bijna niet door de voortanden heen. Duitsland. Het was in de eerste wedstrijd van de Duitsers 0-0 tegen de Italianen. En dan komt die ontmoeting. Let op wat er allemaal in deze wedstrijd gebeurt. En we zien ook, dat vind ik toch wel mooi, een shot van Ernst Happel en Jan Zwartkruis. Doe je dit allemaal uit je hoofd? Ja, dat is goed. Dat is lekker schieten van zo dichtbij, zou je hard zeggen. 30e minuut. Schrijven, schieten, maar nu hier weer. Want nee, het is een doelpunt voor Duitsland. Dat is een hard gelach. In eerste instantie pakt Piet Schrijvers die bal. En dat is Zabrowski die de tweede mogelijkheid pakt. Aan. Weer die van de Kerkhof. René. Aan. Aria, doelpunt! Aria, wat een schitterende knal, hè? Wat een schitterende knal van Aria in de 27e minuut. Overtreding aan. Slachtoffer heet Abramczyk. Peer. Dieter Müller. Scoort voor Duitsland boven de benen. Dieter Müller. Ja, idee. Rep. Johnny Rep. Oh, de man. Schitterend zoals Rep dat daar deed. Fenomenaal eigenlijk. Wat een klasse. En de bekende methode van Happel om in te zijn hoe iets moet worden gedaan. Ik denk dat Happel alleen wil zeggen dat je nu de ballen hoog voor de kool moet gaan gooien, omdat Nanninga daar staat. En dan krijgt hij onmiddellijk een standje te vernemen van de waarnemer aan de zijkant dat hij niets mag zeggen. Maar ik denk dat de boodschap is aangekomen. Rotenbein. Beer. Haan. Poortly. Van de Kerk, of Rensenbrink, Poortly. Tweemaal vrij. René van de Kerkhof scoort. René van de Kerkhof. Burger King, official partner Eredivisie.